de foto's mogen zien van het huwelijk van Dries met mevrouw. Wij zaten toen in een klas. En ik weet nog heel duidelijk, heb ik net nog aan een paar andere leraars gezegd van die tijd. Ons probleem was, wij kregen een overhoring. Wij zaten te zweten. Dries zat in een krijtje een hoofdje te snijden. Ja. Je maakte kunstwerken tijdens de ondervraging. Toen was het al niet te stuiten. Hij kon met drie pennen trekken, iemand portretteren terwijl we aan het zoeken waren op zijn vertalingen. En hij kon heel inspireren. Hij heeft nooit één straf gegeven. Hij zat er daar en als hij binnenkwam, dat was een, ja, ik kan het wel zeggen, een fenomeen. Iedereen luisterde naar, hij kon Griekse teksten debiteren zo uit zijn hoofd. En hij kon die op zo'n manier vertellen dat zelfs iemand die geen Grieks verstond, wist waarover hij het had. Dus, hij was begeesterd door de...